sweet dream by the fire. To face and afraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Hierachter gebeurt er een signeersessie met Marieke Voorhuis. Marieke Voorhuis, voor degenen die haar niet kennen, bijna onmogelijk, want ze heeft heel veel kranten gestaan in die land en heeft twee optredens gehad. Zij is de bommeltekenares sinds 2016. Hij heeft zijn nieuw bommelverhaal getekend, het lastpak. En het bijzondere aan Marieke is dat ze nog maar 28 lentes, of wat is het, winters oud is. En ze is de eerste vrouw die bommel tekent. En wij hebben speciaal ter gelegenheid van ook Charles Dickens festijn, hebben wij een speciale mooie uitgave gemaakt wat een Dickens waardig is, namelijk een hardcover met allerlei mooie extra's erin. En dat zijn we nu hier aan het doen bij boekhandel Kraamstra in Deventer. Nu in het boekje tekenen, zien er eigenlijk voor mijn gevoel nog beter uit dan die eerste die ik heb gehad. Maar het gaat met elke tekening net ietsje sneller. Dus. Je bent jong, je bent een vrouw, dat is uniek als bommeltekenaar. Betekent ook dat toch ergens ook in te zien is? Dat er een vernieuwing komt, een andere stijl? Nou, mijn eigen smaak is best wel ouderwets, dus wat dat betreft was ik wel goed in het rijtje. Maar ik denk dat ook elke tekenaar wel iets van zichzelf erin legt. En bij mij, mijn bommels die komen vaak iets te lief uit. Dus misschien is dat dan wat voor mij een beetje lief. Dus, maar ja, wat mij betreft nog een mooie vrouw op heel veel tekenen. Jij hebt de tekeningen gedaan voor het lastpak. Ja. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ja, dat verhaal was uit een schrijfwedstrijd ontstaan. En dat verhaal was al helemaal gereed. En toen, ik kreeg eigenlijk gewoon een beetje uit het niets een e-mail van of ik dat er dus zo'n verhaal was. En dat geïllustreerd moest worden. En of ik een proefstrook wilde maken. En ja, Ik ken een bommel wel, maar ik had nooit eerder een bommel getekend, dus ik had dat echt totaal niet verwacht. Maar dat is ook nou niet echt iets waar je nee tegen gaat zeggen. Dus ik heb geprobeerd om die proefstok te maken en dat is dus, ja, dat werd als positief gezien. Dus ik weet ook niet meer precies hoe het gegaan is hoor, maar... ik heb dat verhaal opgestuurd gekregen en dat dan maar in stukjes opgedeeld en schetsen gemaakt totdat er uiteindelijk een soort bommelverhaal uitkwam. Ja, dat verhaal gehad en daarna echt als een gek bommel gaan lezen. Ik denk van, ik weet hoe belangrijk bommel is voor de stripgeschiedenis en voor veel fans. Dus ik denk van, als ik daar niet mijn best op doe, dan word ik levend gefilmd. Ik ga wel... Dus eigenlijk viel het een beetje in je schoot als het ware. Ja, echt 100%. Ik had het echt helemaal niet... verwacht. Dus schijnbaar had Jan-Willem Vries van het Stripmuseum had schijnbaar aan getipt aan de tonencompie. En ik heb zo'n ik heb veel tekeningen op internet staan, dus dat hadden ze schijnbaar gezien. Ik kan me ook wel ergens voorstellen, die teken graag dieren en die Disney stijl ligt wel een beetje in die richting van tonen, dus ja. Maar dat was toch wel een bijzondere e-mail om te krijgen. Ja. Heeft het nou je leven veel veranderd sinds je dat gedaan hebt? Het is wel het eerste ding wat ik heb getekend waar er toen echt behoorlijk veel media aandacht voor gekomen. Dus ik teken al best wel lang gewoon als beroep. Maar dit was in één keer, toen kwam er echt een heel mediacircus omheen. En in één keer wist iedereen wie ik was en dat was wel een beetje wennen. Ik zit het liefst eigenlijk anoniem op mijn kamer. Maar en ook uit dat bommelverhaal,
Daar is ook nog uit voortgekomen dat hij bij de studio van Hoezo en Pip ben gaan werken. Want Wil Rijmakers, de bommeltekenaar, die tekent Hoezo en Pip. En die had dus, doordat hij bij de tonencompagnie dingen zag, had hij dus mij gevraagd om daar te komen werken. En daar werk ik nu part-time 3 dagen in de week. Ja, dat heeft natuurlijk alles wel veranderd. Dat, dus ja, van het een tot het ander heeft het wel mijn hele leven op zijn kop gezet. Dus, maar wel op een leuke manier. Ja, zeker wel. En wat ook voor mij creatief wel was, is ik had altijd wel die ambitie om strips te tekenen. Maar ik kijk toch wel altijd de kat een beetje uit de boom. Maar als je iets wil leren, dan moet je het gewoon doen. Dus ik zat zeg maar 10 jaar lang het niet te doen. Dus toen dat boek kwam, toen moest ik wel. Dus ik heb er wel veel van geleerd. Dus ik probeer nu gewoon wel echt wat meer strips te tekenen. En het een beetje vol te houden. En niet alleen maar losse hoofdjes overal tekenen. Nee, want qua strips, jij tekent ook nog wel wat voor Disney? Ja, ik teken. Ik heb een paar keer dingen voor de Donald Duck getekend. De eerste keer was echt al heel lang geleden, toen ik 16 was of zo, of 17. En toen durfde ik zeg maar 10 jaar niks. En ik heb 2 jaar geleden nog weer een broekkonijnvrouw getekend en wat covers voor de Amerikaanse Duck. En ik heb net weer een broekkonijnvrouw getekend wat binnenkort uitkomt. Dus ja, hopelijk ook meer Disney, want ik ben wel echt een grote Disney-fan. Ja. Disney-nerd. Ja, maar dat is wel bijzonder, want het is dus niet per se dat als jij iets tekent dat het voor de Nederlandse Donald Duck is. Nee, ik heb een goede vriend, hij is een Disney-historicus en editor en hij maakt heel veel. Hij werkt dan aan als redacteur aan dat Amerikaanse blad en ook aan al die bundelingen van Fantagraphics. En hij had dat dus zeg maar gevraagd of ik dan covers daarvoor kon tekenen. Okay. Dus ik geloof een stuk of 4 of zo daarvoor getekend. Dus ook heel erg leuk natuurlijk. Dan heeft die Amerikaanse veel kleinere oplagen dan de Nederlandse, maar het is wel het origineel. Dus ik vond het wel heel, heel bijzonder om te mogen doen. Hier in Nederland bij de Donald Duck, daar staat nooit bij wie het allemaal maken. Is dat dan bijvoorbeeld bij de Amerikaanse dat het daar wel bij staat of ook niet? Ja, daar staat het er wel in. Dus ik had daar zelfs 1 keer een strip wat gerestaureerd en zelfs dat hadden ze erbij gezet. Dus, dat is wel bijzonder, maar gelukkig kan je hier, er zijn wel fansites waar je het kan opzoeken. Dus als je echt nieuwsgierig bent, kan je wel zien wie alles getekend heeft. Ja. Maar. Ja, dat is volgens mij wel vrij uniek voor de Nederlandse Donald Duck dat het er niet bij staat. Er staat wel in de colofoon heel klein wie het getekend heeft, maar ja, als je echt een beetje fan bent, kan je het meestal wel zien. Ja. Maar ik ga het eens bijzonder. en nog plannen voor de toekomst? Projecten waar je mee bezig bent? Of, ja, zoveel. Nou, er zal vast wel weer iets van Bommel komen en ik hoop dus wel echt nog meer Disney strips te tekenen, want dat is wel een beetje waar alles bij mij begonnen is. Ja. En we zijn ook op dit moment bezig proberen iets te maken. Ik hou me heel veel bezig met de dieren op Madagaskar en we hebben er geld in gezameld om die dieren daar te helpen. En we proberen nu met een deel van het geld een stripalbum te maken, wat dan daar uitgedeeld kan worden aan de mensen daar, zodat ze over die dieren kunnen leren. Okay. Dus het zou natuurlijk super zijn als ik allemaal hobby's kan combineren in een goed doel. Dus, ik heb ook zoveel hobby's en dingen die ik wil maken, dus ik hoef me niet te vervelen in ieder geval.